In Weert hebben we Antje van der Staassie, die mevrouw is wereldberoemd geworden. Die heeft zeg maar tot in de jaren 30 deed zij het uitventen van vlaatjes langs het spoor. En zij bedacht ook het mini-vlaatje, want dat was gemakkelijk om dat door het raam te geven. En die zijn er heel veel verkocht. Welkom in Weert, mijn naam is Bart. Ik laat jullie de mooiste plekjes van Weert zien. Mijn familie die woont eigenlijk al sinds 1750 onafgebroken in Weert. Weert bereik je heel gemakkelijk via de Intercity Den Bosch-Eindhoven-Weert. Dan kom je aan in de poort van Limburg in het Bourgondische Zuiden. Werelds Weert is de moeite van het bezoeken waard en je moet sowieso de vlaai geproefd hebben. Maar Weert is eigenlijk een dorp wat eigenlijk stedelijke allure heeft. In 1568 werd op de markt in Brussel werd Philips de Montmorency, de graaf van Hoorn, onthoofd. Dat was een boezemvriend van Willem van Oranje. En dat was eigenlijk de aanvang van het begin van de 80-jarige oorlog. Die Philips de Montmorency die leefde hier in Weert. En die is in ieder geval ligt zijn hart begraven in de Martinuskerk. En zijn lichaam zijn we sindsdien kwijt. En dat blijft een heel groot mysterie in Weert. Dus hier in Weert zeggen we dat Nederland eigenlijk bestaat omdat er een Weertenaar onthoofd is. Op de markt in Weert staat de Martinuskerk. De Martinuskerk is een laatgotische hallenkerk. En daar is ook een gravenkoortje. En dat is eigenlijk een geheime deur in de biechtstoel waardoor je naar boven kwam. En in Weert werd beweerd dat de graaf vroeger via een onderaardse gang naar dat gravenkoortje kwam. En vervolgens van daaruit de mis bijwoonde in de Martinuskerk. In de Weerter Maastraat zit een klooster van de zusters Benedictinessen. En die dames die hebben daar tegenwoordig een bed and breakfast. Dus die lopen nog traditioneel met een kapje op en doen nog 's ochtends om 4 uur bidden. Weert had tot in de vorige eeuw bijna 17 bierbrouwerijen. Maar sindsdien waren er geen brouwerijen meer. En nu heb je op een historische plek in Weert een bierbrouwerij zitten. Maar daar kunnen alle brouwers uit de omgeving kunnen daar hun bier laten brouwen. En met 10 vrienden hebben wij een Weerter bier gemaakt. Dat heet Kwakbox. Een kwakbox is eigenlijk iemand die altijd onzin vertelt. Voor mij is Weert de stad waar ik oud in wil worden en nooit meer weg wil gaan. De Weertenaar zou zeggen, wij zijn gruts op uw stad.